Ja? Gaan kijken of mensen ademhalingsproblematieken hebben vanuit het diafragma of andere problematieken. Wat je eerst gaat doen is afmeten, wat we net gedaan hebben. Dus je begint hier aan de binnenzijde van het bovenbeen, onderrug, kruislings via de buik langs, kruislings via de onderrug weer aan de andere zijde. En je komt vervolgens weer aan de rechterzijde weer uit op hetzelfde plek. Wat daarin als voorwaarde belangrijk is om mee te starten, ja, is dat iemand kan positioneren van hoe de thorax ten aanzien van het bekken zeg maar staat. Dus even gaan oefenen met de Leonor. Je komt naast een persoon staan. Je pakt, zet de handen op het taille zo. Ja? Dan zet je je handen op haar taille. Ik zet mijn schouder volgens tegen jouw rug aan. En vervolgens ga ik je vragen om namelijk je bekken terug te kantelen naar achter. Ja? Wat je dan vaak krijgt, zoals je het nu ook ziet bij Leonor, mag ik een klein beetje aan de zijkant draaien, is dat mensen of naar achter gaan hellen, of ze gaan naar voren hellen. In jouw geval ga je wat naar achter leunen. Dat is niet erg. Maar span maar een klein beetje weer aan in je bekken. Ja? Heel relaxed een beetje weer in je strekken. Ja? Voel je spanning in je buik? Wat je nu krijgt is het namelijk de schouder en enkel in één lijn zo komen te staan. Waardoor de alignment van het middenrif, het diafragma, ten aanzien van het bekken namelijk weer neutraal staat. Ja? Volgende stap wordt, is als je eens gaat tapen, dat de cliënt bepaalt hoe die aangelegd wordt. Dus wij draaien het om de cliënt heen, maar wij draaien namelijk met de cliënt mee. Dus wat de volgende stap wordt die jij moet gaan doen, is je hele korte stappen gaat opendraaien op deze manier, maar je bekken dezelfde houding hanteert. Ja, ga eens proberen, mag eens links omdraaien. Probeer de druk in de buik te houden, dat je hier spanning houdt, dit op spanning houdt. Heel goed. Oké, en stop maar. Gaat dat? Ja? Ja. Oké. Mag je vervolgens je handen op elkaar zetten zo? Reden hiervoor is dat je namelijk spanning in de bovenrug houdt. Dat mensen namelijk makkelijker hier druk in de buik kunnen houden. Maar een klein beetje positioneren. Hou dit vol zo. Ja. Als mensen hun handen namelijk laag houden, is de kans groot dat ze namelijk weer inzakken. Oké? Gaan we beginnen. Maak even een vlakje open. Plak hem aan de binnenzijde van je been hier. Is het oké? Ja. Oké. Nou, dan mag je rustig beginnen met draaien naar links. Kom maar. En je gaat gewoon met het beloop van de rol mee. Kruislings over de onderrug heen. Ja. Gaat goed. Ja. Net onder het middenrif. Ja. En stap maar rustig door nog een keertje. Je handen op hoog. Perfect. Ja. En draai maar weer door, en door, en door, en door, en stop maar. En dan gaan we hier met de rol mee. Geen spanning erop zetten, want dat doet meestal al door de positionering. Even aanwrijven, mag je handen wel laten zakken hoor. Wat je vervolgens ziet is dat zij heel symmetrisch loopt. Je ziet dat het kruispunt wel iets meer naar links leunt, in plaats van de andere zijde. Maar je ziet dat de hoogtes tussen beide zijden hetzelfde zijn. Dat betekent dat haar lateralisatie hetzelfde is. Alleen dat de drukverlegging dus meer naar één kant ligt. En als je naar de voorkant kijkt, ja, zie je dat hij hier onder het middenrif zit en aan beide zijden eigenlijk gelijk vrijwel similair uitkomt. En wat het als het ware doet, mag ik even jou laten zien, is dat dus als je weer een kwastje gebruikt, die zit er eraan, dat als het ware een soort anker die zijde uittrekt. En omdat het dus een hele lange lastarm heeft, dat vanuit de benen dus het bekken ondersteund wordt. Ja? Voelt het? Ja, lekker. Oké, top. Ik vind het wel. Top.